Maar uiteindelijk werd het wel een docu. Omdat ik zag dat het een heel bijzonder verhaal was. En dan kunnen deze bites kunnen je op het verkeerde been zetten. Je moet één ding goed begrijpen. De laatste levende ooggetuigen, dat waren de kinderen van toen. Ja. Dat merk je ook duidelijk in de film. Dat zijn de kinderblikken van toen. Die waren nog niet doordezend van volwassen duiding aan de eettafel. Dus dat vind ik ook fascinerend. Ja, vandaar ook, het was ook een spannende tijd. Het was ook, ik weet, mijn moeder was ook een kind in de oorlog. En die vertelde toen ze nog leefde dat het ook heel gezellig was met al die onderduikers. Er was altijd iemand om mee te spelen. Nou ja, dat is de kinderblik dan, hè? Dat is dus de kinderblik waar jij het over hebt. Dat is de kinderblik. En wat heel belangrijk is, echt ongelooflijk belangrijk, dat is dat mijn dorp toen, en dan ook nadruk op toen, dat was een geïsoleerde, zelfvoorzienende boerengemeenschap. Die eigenlijk ook al in die tientallen jaren daarvoor ook al een apart dorp was. Nou ja, met de klededracht. En dat weet denk ik Dirk ook wel. Wat is belangrijk voor een boer? Dat het doorgaat. Hè? Er was nog geen mechanisatie, dus het moest door en door en doorgaan. Het moet ook door. Ja, want ja, er moet een gezin gevoed worden. Dus op het moment dat dan nog niet die Duitser zich manifesteert met allerlei acties, dan ben je bezig met het ritme van zaaien, oogsten, melken. Dat is